Yo guys, Glash hier in mijn eigen nieuwe video en vandaag speel je terug Minecraft Hardcore. De vorige keer zijn we hier gebleven in onze super... Wow, frames. En onze, en onze super coole base met een nieuwe hond. Maar we doen alsof het dezelfde hond is als Woofie, dus daarom heet deze hond Woofie 2. Welkom bij een nieuwe video. Shit is epic. Ik heb hier heel stuff waar ik vanaf moet geraken. Dus ik stel voor om misschien deze episode te beginnen met twee extra kisten. Yes. Boom. En dan wat ik juist... het komt eigenlijk wel mooi uit. Dat ik ook nog één extra chest maken. Maken. Voor... Ja, dat is nog voor strak. Dus als ik de enchanting room ga maken, die wil ik effectief maken vandaag. We hebben vandaag vorige episode... we hebben de vorige episode heel veel coole dingetjes gevonden. In de library. Zoals deze motherfucking beast boeken. Oké, die Unbreaking 3 is nu niet zo episch. Die Unbreaking 3, ja, die ga ik gewoon hier intieveren. Daar ben ik niet zoveel mee. Maar de Infinity. De Infinities. Yo, dat is fucking vet. Het gaat vooral om dit boekje. Dit boekje is ook vet, Power 4. Wat mijn plan was, is dus... We hebben een Power 3 boog, dat klopt. We hebben nog twee extra bogen nodig. Een hoop lepjes. Wat ik dus ging doen... Is ook mijn bed terugzetten. Voilà. Dat ging ik doen. Ook nog wel op de flash terugplaatsen. Zo. Oh man. Is epic thinking over hier. Dus een power 4 boogje maken. Dat kost belachelijk weinig. Dus dat is goed. Zo. En dan doen we dit. Dan hebben we een infinity bow. Ja, en toen hadden we nog heel weinig levels natuurlijk. En dan was mijn doel inderdaad om deze twee bogen samen te doen. Dan hebben we een power 4 infinity. En dan kunnen we een power 4 met de power 4 doen. En hebben we power 5 infinity. En dat is zo'n epic shit. Oké. Voor de mensen die zeiden, moet je er geen fire aspect op hebben? Nee. Dit is hardcore. Ik fuck niet met vuur. Oké, ik heb wel een bucket van lava in mijn inventory. Maar die is nog vanuit Stronghold. Dus dat telt niet. Maar ik ga dus al eens beginnen met... Mijn patatten. Ja. Voilà. Mijn patat te oogsten. Zo. Dat was nog niet zo'n vette oogst, maar... Wacht, ze hebben. Hey, zombie pigman. Cool. Welkom to the club. Oké. Het zijn 10 potato. Oké. Mooi. Dan ga ik die al even bakken. Ik ga ze mooi verdelen. Heb ik nog kool? Ja, ik heb sowieso wel nog kool, maar... Oké, mooi. Ik heb nog gelijk een derde nodig. Zo. Ah, hier zat nog 18 in. Oké, leuk. Zo. Zo. Oké. Dan doen we dit ook al eventjes. Een Eye of Motherfucking Ender. Ik had hem trouwens bijna in de lucht gegooid. Dat wil je niet. We hebben heel iron. De boeken gaan we nog nodig hebben. Ga ik even daar leggen. Oké. De drie appels. De emerald. De slime. Wat ik met slime ging maken, was dit. Wacht, hè. Drie sticks. Sommige mensen kunnen zien al wat er hier aan de hand is. Was het zo? Ah, fucking hell. Hoe maak je een touw? Het was alleen met dit, hè. Zo. Zo. Fuck, hoe maak je een tiewe staal? Oké, eens even zien. Waarom staat er zo weinig in? Ah, oké. Waar staat touw? Heb ik dat crafting recipe al unlocked? Dat is ook wel de vraag. Oh, is dat? Ah. Right, iron ingot, oké. Hallo? Ik ben aan het zien, maar...
Nee, het ziet er wel uit, maar niet, hè. Ah, jawel. Yes, lead. Dat is mijn strings. Ah. Oh. Okay. Yo, dit is net genoeg. Als het goed is. Yes! Ah ja, wacht, hè. Nee. Oké. Okay. Ja, dat mag. Dat is wel. Oké. Zo, ga ik er even induwen. Nee. Boom. Oké, waar je hoort. dat is mijn plan om hier een enchanting room te bouwen. Ik hoor sommige mensen denken, gewoon hier in het open. Ja, waarom niet? Niemand gaat er komen afbreken, zeker. Of opblazen, hoop ik toch. Heb ik trouwens niet meer dan 12 diamonds? Want dan ga ik wel nog redelijk wat mogen zoeken, eigenlijk. Ik dacht dat ik meer had dan 12. Oh, fucking hell. Ik dacht dat ik meer had. Oh, dat is slightly disappointing. Dan ga ik straks ook wel een deel maken van mijn diamond armor. Waarom? Omdat dat kan. Dat was debiel. Sorry. Oké, het is trouwens straks terug nacht. En hopelijk gaan er wat vliegende dingetjes op ons afkomen. Oké. Besef, ik heb eigenlijk bijna een hele dag gedaan. Ja, in Minecraft dan om een fucking lied te maken. Want ja, ik neem het direct op na de vorige episode. Dan hoor ik sommige Sherlock's denken: hoe kan het dan dat jij een andere trui aan hebt? Oh, atfoe. Ja, je kunt dus zo lok strippen. En soms gebeurt dat wel eens zonder dat ik dat wil. Oké. Ja, nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van boekenkast te maken. En dan kunnen we epic enchantment doen. Zo. Voilà. Oh, shit. Zal 21 genoeg zijn? Ja, pak maar wel. En als het niet zo is, ja, oké, dan is dat jammer of zo. Oké, ik ga even mijn enchanting table erbij pakken. Goed bezig, Gletscher. Oh, ik dacht even dat die kapot ging gaan. Oké. Ik wil er wel nog een soort van huisje mee maken. Om toch, ja, enchanting room is toch wel iets speciaals. Hè. Dus misschien kunnen we wel een huisje doen. Dan ga ik even wel een nieuwe boom laten groeien. Boom. Oké. Voilà. Hier, pak bone meal. Oké. Mooi. Dan moeten we nog niet gaan slapen. Want ik ga deze nacht nog niet voor Endermans hunten. Mocht ik er eentje in de verte zien, dan wel. Dus ik ga. Er moet zoveel afstand zitten. Wacht, zo. Oké. Dan zo. Oké. Dan ga ik trouwens even in het midden de dingen al zetten. Zo. Oké. Eens kijken tot welk level ik al kan enchanten. Oh, Fortune 2. Oké, dat was eigenlijk al niet slecht. Aha, daar zijn mijn bitches. Jullie heb ik nodig. Aha, that's the shit I want. Waar is die laatste bitch? Oké. Daar zie ik trouwens ook nog een bitch. Voilà. Dat zag er nog wel sad uit. Ik kon ze helemaal niks doen om zijn eigen te verdedigen. Dat trouwens waar ik zie zo sommige mensen denken: what the fuck was dat? Dat zijn phantoms. Dus die zijn toegevoegd in 1.13. En Fortune 3. Fortune 3. Nee, maar ik heb niet genoeg levels. Niemand beseft wat fucking Fortune 3 is. Fortune motherfucking 3. Maar ik heb.
Ik kan Fortune 3 hebben, maar ik weet niet of dat weggaat. Dat is het punt. Oké, wacht. Ik heb nog 3 boeken trouwens. Ah, bookcases. Het komt niet mooi uit. Het komt wel mooi uit. Maar ik heb toch level 30, dus... Boo! Onze motherfucking enchanting room. Voilà. Yes! Oké. Okay. Wat we nu gewoon gaan doen, is epic gamer shit. We gaan gewoon direct minen. En hopelijk is die Fortune 3 er dan nog. Gooi dat op onze pickaxe. En dan is shit epic. Fortune 3, dat is de shit dat je wilt. Dat zorgt ervoor dat als je een diamond blok weghakt of zo, dat je er veel meer van krijgt. Sorry. Oké, ik ga even minen. Oké, die dingen komen niet meer of zo. Ça va, ik heb er 2. Ik ga geen risico's nemen. Ik ga gewoon eerst een beetje minen eigenlijk. Dan ga ik proberen tot level 33 te geraken. Ja, het zou natuurlijk... Alhoewel, is het gewoon niet beter dat ik naar de Nether ga? Maar ja, op zich... Nee, het is niet beter dat ik naar de Nether ga. Fuck you, Gletscher. Oké. Okay. Waf. Ah, patatten. Oeh, waarom heb ik stress? Gewoon omdat het allemaal zo real wordt, hè? Naar de Ender Dragon gaan en zo. Ja, ik moet natuurlijk het niet upfucken. Oeh, als we een paardje vinden. Ja, wat de fuck sinds wanneer heb ik saddles? Ik dacht dat je. Oh ja, yeah, we kunnen die donkey gaan halen aan de andere kant van de oceaan. De ocean. Aha, ik heb hier nog wel. Oh shit. Oké. Boom. Nice. Als we dan... Deze bitches. Hoeveel arrows? Oké. Okay. Ja, ik heb er binnenkort toch maar eentje nodig, omdat Infinity... Ja, ik leg alles uit, snap je? Infinity zorgt ervoor dat je Infinity arrows kunt krijgen uit één arrow. Maar dat was moeilijk. Oké, dan gaan we lekker minen. Wacht, ik ga eerst dit eten. Dit is trouwens wat de beestjes hebben gedropt. Phantom membrane. En heb je nodig voor slow falling potions. En slow falling potions gaan we nodig hebben. In het geval dat de Ender Dragons ons ergens van afdieft. Dan kunnen we dat innemen. En dan hebben we nog een kans dat we het overleven. Het is niet gegarandeerd dat je het overleeft. Maar de kans is dan wel iets groter. Oké, okay, welk niveau? Oké, okay, 11. Mooi. Dus we gaan lekker minen. Yes. Damn. 1000 FPS. Yes, ik heb 1000 FPS. Kan ik het zien? Zeehond, linksboven. Linksboven, jongens. Oké, okay, nee, 800 maar, jammer. Oké, okay, wat is deze flex? Sorry. Ik ga even trouwens dit doen. Ja, oké. Okay. Ik hoor een watercave. Ah, ik hoop niet op die ene... Wauw. Ik zei letterlijk net, ik hoop niet dat we die ene cave gaan belanden. Maar dit is gevaarlijk. Maar ik wil wel kijken wat hier is. Zo. Oké, okay, nee. Au, ik vertrouw dit niet. Fuck off. We minen een andere kant uit. Fuck this shit. We minen naar daar. Ik ga ook wel afsluiten in het geval dat er een zombie komt. Oké. Okay. Dat is nog een vrij coole cave, maar... Ja, ik fuck er niet mee. Ik fuck niet met onderwater shit, you know. I ain't liking that. Oké. Okay. Ik pak gewoon alles van kool mee, omdat dat geeft experience. En we hebben echt alles nodig qua experience. Zo die level 30 diamond pickaxe kunnen enchanten. En dan gewoon Fortune 3 erop kunnen gooien. En dan gaat het niet meer moeilijk worden om makkelijk aan resources te geraken. Oké. Okay. Gewoon hè. Give me everything. Wat ook wel het punt is, soms kun je echt wel nog diamonds vinden achter gravel of...
Of achter kool, ja. Houdt gravel ineens mee te maken. Gletsjers toch? Oké. Ik hoor wel trouwens lava. Misschien had ik toch beter een bucket meegenomen of zo. Oké. Ja, maakt niet uit of zo. Oké, één pickaxe kapot. We gaan naar de tweede. En we gaan weer een hele mooie verzameling aan cobblestone hebben. Dat is lekker. We kunnen wel wat diamonds gebruiken. Kom op, geef wat diamonds. Redstone. Hey. Hey. How you doing? Oké, wedden. I'm calling it. Boven de redstone is er... Er is heel veel... Oké, wacht. Zo. Give me the levels. Als ik nog altijd niet genoeg levels heb... op het einde van de episode, ja, wat ook zo gaat zijn... Dan zal ik in de Nether wel even wat Nether Quartz gaan minen. En dat is een makkelijke manier om aan experience te komen. Maar nu ben ik zo van, ja, kijk... ja, ik heb wel diamonds nodig, dus dan ga ik ook maar gelijk mijnen en voor ze zoeken. En met een beetje geluk kunnen we misschien op het einde van de episode ook al de diamond chestplate, want ik ga full diamond armor maken. Geen risico's, als ze dat ook doen trouwens. Ah, hello there. Ah, maar heb ik een bucket bij? Nee, ik heb geen bucket bij, dat is wel fucking gay. Ja, ik mag fucking gay zeggen, want ja, Pride Month is over, dus... Ja, ik vertrouw het niet. Ik neem geen risico's, dus ik denk dat ik zo een bucket ga, of water, ga halen. Of water, van mijn eigen. Waar is mijn bucket? Ik heb hier een bucket liggen. Aha, ja, fuck, er nog lava in. Zo. Ah, nee. Oh, ik heb per ongeluk al mijn torches erin gesmeten. What the fuck? Ik heb een hoop nieuwe torches gemaakt. Laat ik hopen dat ik ze deze keer niet in de lava smijt. Oh, what the fuck? Hoe disappointing is dit? Yikes. Ja, big yikes. Ja, ik weet niet, mocht ik ooit nog obsidian nodig hebben? Voilà. Ja, what the fuck. Ja, nee, dat trekt op niks, hè. Dat trekt op niks. Ik zeg u, ik heb al sinds zondagavond hoofdpijn. Het is nu dinsdag. En het was echt zo'n één specifieke spot in mijn hoofd, dus ik dacht, you know... I'm going to look it up. Wat het nu precies is, hè. Want het begon wel een beetje irritant te worden. Ja, de eerste twee resultaten waren hersentumor. En dus een Latijns naam voor een ziekte. Maar het kwam erop neer dat een ontsteking was aan de slagader. Dus ja, oké. Okay. Not so epic. Maar ja, goed. Oeh, cool. Mooi. Niks speciaal, maar I would very like diamonds. Zo. Because I want the... Ja, het is zo naald wel... Wacht, hè. Ik had gewoon zo doen. Zo. Het is naald zo wel gewoon van mij om van de oude Minecraft versies om andere hand naar de torches te grijpen. Ik hoor hier wel een cave in de buurt. Maar ik denk dat ik er wel nog op ga stoten. Mooi. En ga ik misschien wel wat offscreen verder minen ofzo? Ik weet niet wat ik ga doen. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk interessante shit zoals Endermans hunten en zo wel onscreen proberen doen. Ja, maar nu ben ik wel heel dicht bij de cave. Ik denk dat ik er sowieso wel nog op stoot. Ik zal jullie iets laten weten. Ah ja, ik ben aan het recorden, sorry. Oké, nu is het dichtbij. Nu gaan we de cave wel vinden. Ah, maar misschien is dat wel die ene cave, want hier in de buurt heb ik wel eens een cave gevonden, natuurlijk. Dus hopelijk is dat niet die cave. Maar ik heb de cave wel gevonden, trouwens. Oeh. Oeh. Oké. Okay. Oh, mijn torch heeft overleefd, mooi. Laat ik dit ook wel even meepakken, de motherfucking redstone.
Met Redstone ben ik op zich ook niks, maar op zich wel. Maar ik kan niks met Redstone maken, dus eigenlijk niet. Het is voor de experience. Ook gewoon, dat is ook het enige dat ik de iron mee mine. Voor de experience. En de kool doe ik ook weg. Het is niet veel. It ain't much, but it's honest work. Oké. Mooi. Gunpowder kun je ook niet alleen gebruiken voor TNT, maar je kunt daar ook splash potion. Yeah, diamond! 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 Yes. Maar die gaan we natuurlijk nog niet mee pakken. We gaan daarmee wachten tot we onze meer freaking more. Onze. Ja. Onze. Welk? Welk ledger? Onze. Fuck. Onze fortune pickaxe hebben, dat is het. Voor de rest zijn er nog wat kool, maar die ga ik ook gewoon meepakken. Oh, als het de vol. Nee, het is niet de vol 8, doe me. Maar het ziet eruit dat het de volle 5 gaat zijn. Of de volle 6. De volle 5. Oké. Daar kan ik mee leven. Even een beetje rondmijnen. Oké, dus hier al zeker niet vergeten dat hier diamonds zijn. Dan kunnen die achteraf meepakken met Fortune 3. Zo. Oh, lekker. Ik ben blij. We zijn diamonds. Oké, dat is al niet slecht. Boom. En dan zijn we ook weer een stapje dichter bij de Ender Dragon. Want ik ga pas naar de Ender Dragon als ik full diamond armor heb. Wat op zich wel moeilijk. Ik heb al 12 diamonds. Pak dat er dan 8 of 9 bij gaat zijn. Dan ga ik 20 diamonds hebben. En dan heb ik al. Ik moet eigenlijk nog quasi nog één setje van diamonds vinden met een beetje geluk. Als dat een fatsoenlijk amount is natuurlijk. Dan ga ik waarschijnlijk offscreen gewoon verder minen. Ik ga deze cave nog een beetje minen. En dan ga ik tot level 33 enchanteren. En ja, als ik dat heb gedaan, dan kan ik dus een diamond chestplate enchanten. En dan kan ik de nieuwe boog maken. En dan kan ik ook eens een keer gaan brewen. Dus dan kunnen we heel veel gaan doen. Gewoon in voorbereiding voor de motherfucking Ender Dragon. En dan ga ik eens ook eens een keer fatsoenlijk Enderman hunten ofzo. Waar kwam ik? That's the question. Wacht even. Oké. Safa. Mooi. Dan ga ik ze zo verder minen. En dan ga ik jullie volgende video terugzien als ik 33 levels heb. Dus ik ga deze video afsluiten. Dus vond je het weer leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met Minecraft Hardcore. En ik zeg ciao.